De bouw van het Albina ziekenhuis, dat in de primaire gezondheidszorg van de lokale bewoners moet voorzien, kan worden voortgezet. De voortzetting is mogelijk na de schuldherschikking met Frankrijk en vervolggesprekken met de Agence Française de Développement, AFD, die de lening heeft verstrekt. Gisteren vond de ondertekening plaats van een amendement op de leningsovereenkomst, waarbij de looptijd van het project werd verlengd van 2023 naar 2027. Het beschikbare bedrag ter financiering van het actieplan is 4,9 miljoen euro. Vanwege een slechte oogst van uien en aardappelen in Nederland zijn deze goederen recentelijk duurder geïmporteerd. De vastgestelde maximum consumentenprijs voor uien in juni 2023 is 85 SRD en 30 cent. Het ministerie van Isotie laat weten dat op basis van de wettelijke bevoegdheden er strengere maatregelen zullen worden getroffen door de ECD indien importeurs en winkeliers zich niet houden aan wet en regelgeving. Schooltuinen zijn een belangrijke manier om de voedselzekerheid en de gezondheid van de schoolkinderen in Suriname te verbeteren. Zo leren de kinderen ook over duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Daarom zijn er op woensdag 21 juni schooltuinen overhandigd aan 3 glooscholen in het district Marowijne, te weten H.A. Siregar, de openbare school Wonoregio en de openbare school te Rikanomofo. Deze schooltuinen maken deel uit van een regionaal project dat wordt gefinancierd door Mexico en ondersteund door de FAO en de ICA.